weten dat de maatregelen die tegen het virus genomen worden van grote invloed zijn op het sociale leven van de mensen in Nederland. En ook beïnvloeden die maatregelen hoe professionals in de veiligheidszorg hun werk moeten doen. Dat samen zorgt voor een gevaarlijke combinatie waarbij huiselijk geweld achter Nederlandse voordeuren goed kan gedijen. Hoewel de cijfers niet echt een duidelijke toename laten zien, moeten we ons daar niet door in slaap laten sussen. We weten nog niet precies wat er eigenlijk allemaal gebeurt achter die Nederlandse voordeuren. Hi, Janine Jansen, welkom. We zijn hier samen vanwege de seminar Policing in tijden van corona. Dat georganiseerd wordt door Universiteit Leiden, de Nationale Politie en de Politieacademie. En we willen je graag wat meer vragen over het thema huiselijk geweld in de tijden van corona. De coronatijd brak aan in maart en eigenlijk zagen we een daling in meldingen van huiselijk geweld. Waarom was dat? Waarom is dat eigenlijk? Iedereen dacht, jongens, nu zit iedereen thuis op elkaars lip, dan zal het wel erger worden. En die stijging bleef eigenlijk achter. En daar zijn verschillende redenen voor. In de eerste instantie is het heel erg belangrijk dat we ons realiseren dat er een heel groot verschil is tussen wat de politie registreert en wat er werkelijk gebeurt. Dat is wat criminologen ook zo mooi het dark figure noemen. Wat we van huiselijk geweld weten is dat er wat zo mooi heet een na-effect is. Mensen gaan niet bij de eerste klap of bij het eerste probleem naar instanties. Het akelige van huiselijk geweld is, en dat is een heel belangrijk kenmerk, is dat het een chronisch probleem is. Dus er is vaak al meer gebeurd. We zijn een aantal incidenten verder voordat er iets gebeurt. Zijn er in tijden van corona, hebben we te maken met andere risicofactoren met betrekking tot huiselijk geweld? Niet iedereen die nu in zwaar weer komt of die niet zo fijn woont, is automatisch ook veroordeeld tot huiselijk geweld. Daar heb ik het niet over. Ik heb het over een voedingsbodem. En de maatregelen die we ook zeer terecht nemen tegen dit virus. Hè, wat ook heel belangrijk is. En ja, waar ik ook begrijp dat de overheid dat moet doen. Dat heeft wel als consequentie dat het de stress thuis kan verhogen. En naast de stress, dat iedereen toch meer ook op zijn eigen vierkante meter leeft. Heb je ook weiniger controle, zicht van buitenaf. En dat is de tweede factor die heel belangrijk is voor geweld. Spanning, maar daarnaast ook gebrek aan toezicht. Kun je ook wat voorbeelden geven van wat werkt en wat niet werkt bij het signaleren van huiselijk geweld in de virtuele wereld als ook offline? Nou, bij dit soort geweldssituaties, dat zijn altijd complexe problemen. Wat dan heel erg belangrijk is, is dat je zo snel mogelijk een heel goed beeld van de situatie krijgt. En dan is het belangrijk dat je contact met die mensen hebt. Nou, dat is nu een beetje lastig. Dan zou je denken, dan kan je misschien online werken. Ik denk dat daar interessante mogelijkheden zijn, ook in die geweldsproblematiek. Maar je moet wel heel goed nadenken over een aantal aspecten. Stel nou, je bent hulpverlener of als politieambtenaar heb je veel contact met een bepaalde familie. Dan weet je ook al hoe ze normaal reageren. Hè? Wat hun gebruikelijke stijl is, hoe ze zich uitdrukken en ook wellicht hoe ze onder stress reageren. Als je mensen nog nooit gezien hebt of ze komen ook voor het eerst bij jou in beeld, dan weet je dat niet zo goed. En dan is het ook veel moeilijker om in te schatten wat er buiten beeld gebeurt. Aan de andere kant biedt dat online werken ook heel veel flexibiliteit. Maar nogmaals, die flexibiliteit die is ook fijn als je mensen al goed kent. Dus ja, daar moet je ook rekening mee houden dat we straks ook tot werkwijzen komen die verantwoord zijn, die ook rekening houden met specifieke kenmerken van de geweldsproblematiek. Hè, dat je aan de veiligheid denkt, dat het safe is om zo te werken, maar die ook passen bij de taken van verschillende collega's en ook hun technische kennis en het gemak waarmee ze met die zaken werken. Maar ik denk wel, omdat we nu allemaal eigenlijk in diepe springen, dat dit een gouden kans is om dit ook breed als organisatie aan te pakken. Oké, nou, dankjewel. Graag gedaan. En als er nog vragen ook zijn, dan weten de mensen mij bij de politie te vinden. Zeker. Dankjewel, Janine.